Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. De heer Pechtold. Meneer Wilders. De heer Pechtold. Ja, voorzitter. Ik heb het bewust eens even helemaal op me laten inwerken dit keer. Want 14 jaar Wilders, het komt me allemaal bekend voor. En eigenlijk is het wetsvoorstel wat de heer Wilders vandaag indient, is dan ook eigenlijk een soort verzamel-LP van wat we daarvoor gezien hebben. Van het verbieden van hoofddoeken, het verbieden van heilige boeken, het verbieden van gebedshuizen. En nu komen de scholen er dan ook nog bij, al heb ik ook wel eerder kritiek op van de heer Wilders in die hoek gehoord. Maar het effect van die 14 jaar was vandaag wel zichtbaar. Degenen die ooit nog open stonden om met u plannen te gaan maken die misschien nog enig realisme hadden, stonden hier als eerste om te zeggen dat een wetsvoorstel in die richting nooit door ze gesteund zal zijn. En eigenlijk is er een deel van de progressieve oppositie wat eigenlijk al uitstraalt in alles dat wat u zegt nooit de meerderheid zal krijgen. En wat heeft u dan vandaag, behalve misschien een paar mooie berichten weer, Wilders gaat tekeer, bereikt voor uw kiezers die misschien terecht te zorgen hebben hoe Nederland samenleeft? De heer Wilders. Ja, voorzitter, wat ik al eerder zei, ik zal meneer Pechtold iedere dag opnieuw hier, wat ik al 14 jaar langer doe, strijden voor onze vrijheid. En dat dat niet altijd een meerderheid morgen haalt, prima. Dat u zegt dat het wetsvoorstel zal nooit een meerderheid halen, het zou verschrikkelijk zijn. Maar wacht u maar af. Er is ook een leven na Alexander Pechtold, meneer Pechtold. Dat kan hier, weet ik wat, allemaal veranderen. En dat wetsvoorstel van ons, wat pleit voor onze vrijheid. Nogmaals, ik vind het een historisch voorstel. En je dient een historisch voorstel niet in omdat je bij voorbaat weet dat het de meerderheid haalt, maar omdat het nodig is voor Nederland. Dit wetsvoorstel zorgt voor onze vrijheid. Het behoud van onze vrijheid. En daar zou je eens naar moeten kijken in plaats van mij de les te proberen te lezen. De heer Pechtold. Voorzitter, dit keer heeft de heer Wilders mij niet kunnen betrappen op dat ik u de les lees, meneer Wilders. Ik hou u alleen meer de spiegel voor, omdat het 1-2'tje wat wij vaak hebben gehad redelijk voorspelbaar begint te worden door wat waar u mee komt en dan op gereageerd moet worden. Maar juist omdat anderen nu reageerden, vond ik het zo tekenend dat u eigenlijk zwelgt in uw eigen gelijk, in het eigen hokje wat zo nu en dan weer iets groter, iets kleiner wordt. Maar geen enkele poging doet, geen enkele serieuze poging doet om een wetsvoorstel naar meerderheden te helpen. En is dat niet democratie? Is het niet dat je als minderheid met ideeën anderen probeert te overtuigen in plaats te kwetsen, persoonlijk te worden en te discrimineren? Precies datgene wat u allemaal bepleit, waar u zelfs slachtoffers uit het verleden bij moet slepen voor uw eigen gelijk in het heden. De echte helden erbij sleept voor uw verhaal. Nog 14 jaar. Ik wens u veel succes. Maar het effect is dat het niet meer 1-1 is. Maar dat iedereen al bij voorbaat zegt, Wilders, dat eigen gelijk van je zwelgt erin. Zwelgt erin, maar wij doen er niet aan mee. Nou, voorzitter, het is voor mij geen verbazing dat de heer Pechtold er niet in meegaat. Ik weet ook dat hij in Meppel en andere plaatsen meer te doen heeft dan alleen maar wetgevend werk. Maar los daarvan, mevrouw de voorzitter, ja. Los daarvan gaan wij hier in dit land vechten voor de vrijheid van onze burgers. En dan dien je, mevrouw de voorzitter, een wetsvoorstel in waarvan je denkt dat het nodig is voor Nederland. Ik dien geen wetsvoorstellen of moties in om te zoeken naar een compromis. Ik dien geen wetsvoorstellen of moties in waarvan het maar de helft is van wat ik vind. Gelukkig zitten daar nog 20 mensen die voorstellen indienen waarin staat wat ze vinden. Wat ze vinden. En wij vinden dat de islam, mevrouw de voorzitter, een bedreiging is voor de vrijheid. Dus wat verwacht u nou van me? Dat ik een voorstel indien waar maar een tiende in staat van wat ik werkelijk vind, om dan te hopen dat het bij elkaar komt? No way. De heer Pechtold. Voorzitter, je bereidt je dag als deze, daar bereid je op voor. En dan zeggen mensen tegen je, zou die het doen? Zou die het doen? Zou die de grens tussen het politieke en privé nog verder gaan oprekken? Ach, schijf dat weg. Voorzitter, ik heb die afgelopen 14 jaar veel met de heer Wilders de Degens gekruist. Maar altijd op politieke ideeën. Zeker. Op overtuigingen. Ja, dat gaat dan weg. Voorzitter, misschien dat de heer Wilders het zelf kan doen. Ja?
gaat u verder. Maar die grens van dat privé zijn we eigenlijk niet overschreden. En ik heb veel respect voor hoe u vanuit uw privé-situatie ongelooflijk veel te verduren heeft. En ik zal er iedere dag voor staan om alles wat daarvoor nodig is, om dat te beschermen, om dat hier te verdedigen. Dat heb ik altijd gedaan en dat zal ik blijven doen. Maar die grens die u nu ook weer overschrijdt, is voor mij tekenend, meer dan tekenend, van de wijze waarop u probeert anderen weg te zetten. En dat is sneu. U heeft uw punt gemaakt. Voorzitter, ik wil er toch even op reageren, want er bestaat echt geen grotere hypocriet in deze Kamer dan de heer Pechtold. En zijn interruptie net is de grootste hypocrisie die we van deze dag waarschijnlijk nog gaan meemaken. En ik breng de heer Pechtold in herinnering 2010. 2010, de PVV gedoogde net. En hij was degene die toen hier vanaf dit spreekgestoelte een debat aanvroeg vanwege privéperikelen van een aantal PVV-Kamerleden. De ene zou iets met een vrouw hebben gehad die minderjarig was, de ander zou weet ik wat hebben gedaan. De helft bleef gelukkig niet te kloppen, mevrouw de voorzitter. Allemaal privézaken. Allemaal. Dat is bij de heer Pechtold wel anders, vrees ik. Allemaal. Privézaken waar de heer Pechtold opstond bij de regeling van werkzaamheden nog dezelfde dag, dezelfde dinsdag, een plenair debat aanvroeg en hier toch ging zeggen, mevrouw de voorzitter, schande wat die PVV'ers allemaal privé uithalen. Schande wat ze allemaal. Hij zei zelfs, samen met GroenLinks overigens, die mevrouw Hassema die daar ook aan meedeed, de heer Pechtold zei zelfs toen, ik wil een gedragscode. Een gedragscode voor Kamerleden. Nou, daar hoor ik u nu niet meer over, hè, meneertje Pechtold. Nee. Meneer Wilders, dat vond u toen ook niet goed, neem ik aan, dat gebeurde. Doe die mee in het debat, voorzitter? Nee, ik vraag het aan. Dit was mijn antwoord.